Een week na de jaarwisseling is het hoog tijd om de balans op te maken. Is dit jaar veel schade toegebracht in de openbare ruimte? Jolanda Arkenstein van de gemeente geeft een uitgebreide toelichting. Hoe is de jaarwisseling in Pijnekenode verlopen? Nou, het is eigenlijk een rustige jaarwisseling geweest met hier en daar wat incidenten. Maar eigenlijk zijn we wel heel tevreden over hoe het verlopen is. Wat is de schade in euro's? Er is helaas wel wat schade aan de openbare ruimte opgetreden. De schade in totaal schatten we nu op 32.000. En kunt u wat kostenposten opnoemen? Dan hebben we het over de prullenbakken. Dat zijn er een 12. En 27 verkeersborden. Daarnaast is er een speeltoestel vernieuwd. De visstijger in Noodorp. En een grote schadepost is de brand op de brug in Delfschouw. Daar hebben we ongeveer een schadepost van 10.000 euro aan wegdek en aan de brug zelf. Wie gaat het eigenlijk betalen? Helaas, dat zal voor rekening van de gemeenschap komen. Dus eigenlijk zijn u en ik degene die dat zullen moeten betalen. Wordt er nog aangifte gedaan? We doen als gemeente, zoals ieder jaar, doen we een totaalaangifte. Dus alle schades die er aan de openbare ruimte zijn, worden aangegeven bij de politie. En daar waar een dader bekend is, zal die schade zeker verhaald gaan worden. Gaan jullie volgend jaar proberen om nog meer schade te voorkomen? Dit jaar hebben we natuurlijk al een hoop maatregelen genomen om schades te voorkomen door prullenbakken preventief weg te halen op risicovolle plekken. En kleppen te plaatsen op de prullenbakken die wel blijven staan, zodat er geen vuurwerk in kan komen. Daar gaan we sowieso mee door. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om de burgers bewust ervan te maken dat inderdaad wij zelf degene zijn die voor alle kosten opdraaien. En ze te vragen mee te helpen om die schades te voorkomen. Door bijvoorbeeld geen bijplaatsingen te doen bij containers op het moment dat die afgesloten zijn. Dat er ook tot risicovolle situaties leidt. Tot slot wilt u ook nog een compliment geven aan de burger? Nou, zeer zeker, want ik vind het toch echt wel een groot compliment waard als je kijkt dat er zulke grote groepen mensen op Nieuwjaarsdag bezig zijn geweest om de rommel van Oudejaarsdag op te ruimen. Je zag eigenlijk overal door de straten zag je wel mensen die in groepsverband het vuurwerk aan het opruimen waren. En dat heeft toch toegeleid dat op Nieuwjaarsdag de gemeenschap er schoon en veilig uitzag.